Super leuk dat je weer kijkt. Ik denk dat we inmiddels de room makeovers op mijn kanaal niet meer kunnen tellen, want het zijn er al zoveel. Ja, weet je, ik voelde gewoon de vibe. Ik voelde gewoon de vibe om weer mijn kamer te veranderen. En één keer in zoveel tijd is het ook gewoon leuk om even te doen. Mijn slaapkamer is ook mijn werkplek en mijn studeerplek. Dus ik spendeer er gewoon heel veel tijd. En daarom vind ik het wel belangrijk dat het gewoon leuk is en gezellig. En ik hou er gewoon van om één keer in zoveel tijd alles even te veranderen. Vooral in de lente voel ik gewoon echt die vibe om dat even te doen. Een paar dingen die gaan veranderen in mijn kamer. Ten eerste mijn bed. In samenwerking met Emma Sleep. Dat gaan jullie later in de video ook nog zien. En mijn oude bed kan dan perfect naar mijn broertjeskamer. Want die wil ook graag een tweepersoonsbed. Dus mijn oude bed gaat dan daarheen. Ja, een kledingkast. Want letterlijk al mijn kleding ligt helemaal overhoop door mijn kamer. Het is echt niet normaal. Omdat ik niet echt een kledingkast heb. En ja, de indeling van mijn kamer wil ik ook een beetje gaan veranderen. Maar hoe dat allemaal eruit komt te zien, gaan jullie zien in deze video. Sowieso het bed komt in dit deel van de video. Maar de kast komt denk ik in het volgende deel van de room makeover. Dus ja, weer eventjes een grote verandering in mijn kamer. Ik hoop dat je zin hebt in deze video. En laten we gaan beginnen. Om jullie een beetje een beeld te geven, neem ik jullie mee in de before van mijn kamer. Dus voordat ik alles heb veranderd. Dit is de staat van mijn kamer op dit moment. En ja, het is best wel rommelig. Maar dat representeert ook wel een beetje hoe het er de afgelopen weken uitzag. Dus ja, ik kan er niks beters van maken. Dit is gewoon hoe het eruit ziet. Dus laten we gaan beginnen aan de makeover. Tijd om te beginnen aan het eerste project van mijn nieuwe kamer, namelijk een nieuw bed. Super vet, in samenwerking met Emma Sleep mocht ik een boxspring uitkiezen. Ik vertel er straks wat meer over, maar hier zie je het proces van het in elkaar zetten. Gelukkig wilde de dame helpen en het was op zich best wel goed te doen. Nou, in ieder geval, hier gingen we het matras opdoen. Het zag heel satisfying uit. En dat matras zit ook al bij de boxspring. Ik heb hier zo de topper voor de boxspring. Bij de boxspring zelf zit al een matras, zeg maar. Dat is wat je nu ziet. Maar daar gaat dus nog een topper overheen. Alleen die was wat later geleverd, waardoor ik eerst nog mijn eigen matras hierop had gelegd. Maar nu is hij dus wel binnen en ga ik dus eventjes de topper erop leggen. Ja, je moet dus 5 uur wachten voordat je erop kan liggen. Dus ik ga hem nu alvast opleggen, zodat ik vanavond in mijn nieuwe bed kan slapen. Het is inmiddels een paar dagen later. Ik heb al een paar nachten op het bed geslapen. En ik zal ook meteen even laten zien welke producten ik allemaal heb van Emma. Welk bed ik precies heb. Ik zet hier in beeld even de naam van de boxspring die ik heb. Hij is dus een beetje groen, want het past wel bij de vibe van mijn kamer. En het chillen ervan is dat er dus al bij die boxspring een matras zit. En ik heb er dan nog voor gekozen om er nog een topper overheen te doen. Want ja, het ligt gewoon net wat lekkerder. Dit is de naam van de topper en hij heet niet voor niks zo, want je kan hem dus de andere kant op flippen, zodat je een harde of een zachte kant kan kiezen. Dus je zou ervoor kunnen kiezen om hem zo te doen. Nu heb je dan bijvoorbeeld een hardere kant. Even een update tussendoor van de toekomstige Eva. Het is nu een paar dagen later, maar ik wilde even een kleine review geven over het Emma wolkenkussen, want het ligt zo lekker. Oprecht. Dit kussen ligt wel echt next level. Ik zal het even laten zien. Je kan het kussen openmaken. En hierin zitten dan weer verschillende kussens. En dan kan je dus je eigen hoogte aanpassen. Dat was even een korte review over het kussen. Want die ligt echt heel erg lekker. Dus goed gekeurd. En dan nog iets anders waarvan ik niet eens wist dat het bestond. Voordat ik het op de Emma site vond. Maar holy shit. Dit is een verzwaringsteken. En die slaap je door zo goed. Je ligt zoveel lekkerder in je bed. En ja, je slaapt er echt beter door. Dus dat is echt mijn nieuwe aanrader als je beter wilt slapen. En hier zie je nog eventjes hoe ik het bed opmaak. Alleen nog even een leuk dekbed overtrekken en dan is het goed. Ja, mocht je ook iets op Emma Sleep willen bestellen, dan kan dat met de kortingscode EVAROOS. En dan krijg je 10% korting. Dus ja, stel je gaat ook een room makeover doen of je wilt een nieuw bed halen, dan krijg je in ieder geval wat korting. Het gedeelte van het bed is helemaal af. Nu de rest van mijn kamer nog. Ik zat ondertussen te denken over de inrichting van de kamer. Want mijn bureau staat nu al een tijdje hier zo. Maar eigenlijk vind ik het dus wel heel chill als ik bij een raam zit. Dus ja, ik denk dat dit het makkelijkste is om mijn bureau dus zo neer te zetten. Maar kijk wel, dit is rommel. Het is niet echt super handig dit.
Ja, het is alleen de vraag van waar ga ik een kledingkast neerzetten, want ik heb allemaal schuine daken. Dus ja, het gaat een beetje lastig. Daar gaat mijn arme bureautje weer voor de 1000ste keer naar de andere kant van de kamer. Maar oké, ik weet niet hoe vaak ik dat ding al heb verplaatst, maar dat is echt niet normaal. Maar op deze plek vind ik het voor nu wel leuk staan. Oké, daar zit ik weer. Het is inmiddels alweer een paar dagen later. Er gaat echt superveel tijd tussen alle opnames in deze video. Ja, mijn kamer is nog steeds niet af. Ja, als ik in één woord de status van mijn kamer op dit moment kan omschrijven, is het wel chaos. Maar echt chaos. Ik zal het even laten zien. Ja, zo ziet het eruit. Hier zit mijn kleding in. Kledingrek. Nachtkastje. Op mijn bed ligt ook nog allemaal kleding. En ja, hier dan mijn kast. Ik ben nu even op zo'n moment dat ik gewoon niet weet hoe ik het moet inrichten. Want ik vind mijn bureau hier wel leuk. Maar ik moet ook nog een kledingkast. Ik heb geen idee waar dat in mijn kamer gaat passen. Dus daarom is het denk ik een goed idee als ik ten eerste gewoon mijn hele kamer even netjes ga maken. En wat dingen van de muur af ga halen. Dat het gewoon allemaal wat beter te overzien is. Want in chaos kan je gewoon niet nadenken. Ik denk dat we dat maar eerst even moeten gaan doen. En dan ga ik daarna denk ik even een vision board maken van hoe ik mijn kamer wil creëren, welke vibe ik wil. Dus laten we dat maar even gaan doen. Oké, ik ben dus even mijn kamer aan het leegmaken en opruimen, zodat ik later beter kan zien hoe ik het wil gaan inrichten. Gebruik dit als jouw motivatie om ook je kamer op te ruimen, als het nodig is natuurlijk. Je gaat het zo ook zien. Het is zo'n verschil als het überhaupt al is opgeruimd. Het maakt het gewoon veel overzichtelijker. Oké, ik had echt een vet leuk idee voor dit hoekje. Want ik kijk namelijk nooit tv. Dus het is eigenlijk gewoon zonde van de ruimte dat hij er staat. En ik kan iemand anders er sowieso wel blij mee maken. En ik wilde sowieso nog een leuk hoekje voor mijn plaatspeler. Dus ik ga hier iets leuks maken voor mijn plaatspeler. We zijn inmiddels een paar uur verder. Mijn kamer is opgeruimd, werd tijd. Dus ik zal even laten zien hoe het er nu uitziet. Ik heb het ook een beetje anders ingedeeld. Dus ik ga het even laten zien. Het is dus nog niet af, maar wel een begin van hoe ik het wil indelen. Mijn kledingrek staat nu even hier, mijn spiegel daar. Ik vind dit dus wel echt heel erg leuk, zo onder het raam. Want ik vind het gewoon echt een vibe om onder het raam te zitten. Dus ja, dit vind ik wel leuk. Alleen dat neemt wel veel ruimte in beslag, ook voor als ik hier een kast wel neer gaan zetten. En dat schuine dak is natuurlijk onhandig. Dus dat is een beetje lastig. Dan heb ik hier zo, ja, dit is eigenlijk gewoon hetzelfde gebleven. Ik heb het alleen het bed wat beter opgemaakt en zo. Dus dat ziet er wat beter uit. En hier wil ik dus een hoekje met de platenspeler gaan maken. Ja, ik wil wat tweedehands platen gaan halen en die dan aan de muur hangen, want dat is wel een vibe. Want ik vind het zonde als mijn eigen platen beschadigd raken. Hoe ik dat met die box ga doen en zo, weet ik nog niet. Ik moet het gewoon even leuk neerzetten. Maar ik wil hier in ieder geval een leuke hoek creëren met mijn plaatspeler. Dus ja, echt nog lang niet af, maar wel een begin. Dus ja, ik denk dat het een goed idee is als ik nu eventjes een vision board ga maken. Om te kijken hoe ik mijn kamer, welke vibe ik een beetje wil creëren. En ik ga ook kijken naar kledingkasten, zodat ik een beetje weet wat er in mijn kamer past überhaupt. En wat leuk is. Het is in ieder geval een begin. Het bed vind ik ook echt heel erg leuk. Dat past helemaal bij de vibe van mijn kamer, dus dat is top. Dus ja, laten we even een vision board gaan maken en kijken hoe we het gaan indelen. Oké, Pinterest is letterlijk mijn grootste held als het gaat om inspiratie voor letterlijk alles eigenlijk. Maar voor mijn kamer heb ik ook een apart mapje aangemaakt. Dus mocht je benieuwd zijn, je kan me volgen. En ja, ik begon ook al een beetje met kijken naar een nieuwe kledingkast. Hoe mijn vision board is geworden en hoe de rest van mijn kamer eruit komt te zien, zie je in deel 2 van deze video. Wanneer die online komt, weet ik nog niet, want het ligt er een beetje aan wanneer mijn kast binnen is en in elkaar is gezet. Ik hoop zo snel mogelijk. Dus ja, dan ga ik gewoon de rest van mijn kamer helemaal leuk maken en afmaken. En dan is het helemaal af. Ik denk sowieso dat het er al een stuk leuker uitziet als de zon een keertje schijnt. Het is namelijk al een aantal dagen dit weer, ook met sneeuw. Letterlijk, ik heb zoveel zin in de zomer. Alleen is de zomer nog geen zin in mij. Ja, ik hoop dat je deze video leuk vond om naar te kijken. Ja, mocht je nog ideeën hebben voor mijn kamer, drop ze in de comments. Want
Het staat sowieso nog niet helemaal zoals ik wil, maar dat komt wel goed. Ik wil jou bedanken voor het kijken naar deze video. Als je tot het einde van de video hebt gekeken, laat dan weer natuurlijk een hartje achter, zoals gewoonlijk. Hopelijk zie ik jou dan volgende week weer bij een nieuwe video. Doei doei!